Als een verdachte mogelijk ten onrechte wordt veroordeeld voor een misdrijf, is het geaccepteerd dat media de rechtsgang bekritiseren. Maar als een verdachte mogelijk ten onrechte wordt vrijgesproken, is dat merkwaardig genoeg veel minder het geval. Dan zegt men al gauw, de rechter heeft gesproken. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en op basis van eigen onderzoek altijd vraagtekens bij de rechtsgang durft te zetten. We hebben dat in het verleden veelvuldig gedaan bij de moord op Christel Ambrosius, beter bekend als de Puttense moordzaak, waarvoor Wilco Fietz en Herman Dubois ten onrechte werden veroordeeld. Maar bijvoorbeeld ook bij de moord op Nienke Kleijs, die u kent als de Schiedammer Parkmoord, waarvoor Kees Borsboom tot 18 jaar in TBS werd veroordeeld, terwijl hij onschuldig was. En achteraf is gebleken dat we gelijk hadden. Maar dit waren dus zaken waarbij de veroordeelde later onschuldig bleek. Maar hoe zit het nu met het omgekeerde? Als iemand die wordt vrijgesproken van een moord het in onze ogen wel heeft gedaan? Die vraag is vanavond volop aan de orde in ons dossier over de moord op Kathleen Kremers uit het Limburgse Venraai, die op 15 maart 2006 op gruwelijke wijze om het leven werd gebracht in haar eigen woning, terwijl de kinderen boven op bed lagen. De politie arresteerde na enige tijd een verdachte. Het bewijs tegen hem stapelde zich op. Er kwam een stevige veroordeling bij de rechtbank in Roermond. Maar toen kwam de zaak terecht bij het gerechtshof in Den Bosch. De reconstructie van de gerechtelijke dwaling. Kathleen Kremers en Erik E. uit het Limburgse Venraai treden op 29 oktober 1999 in het huwelijk. Het is een prachtige dag, de mooiste dag van hun leven, zullen de twee dertigers die elkaars jeugdliefdes zijn later tegen familie en vrienden zeggen. De vonk is 9 jaar eerder overgeslagen tijdens het stappen. Zij was toen 15, hij 20. Het huwelijk van Erik en Kathleen is bezegeld met de komst van 2 kindjes, een meisje en een jongen, die dan 4 en 1,5 jaar oud zijn. Erik is net voor zichzelf begonnen als elektricien na ontslag bij zijn vorige baas. Kathleen werkt part-time als verkoopster bij de kledingzaak Miss Etam in haar woonplaats. Kathleen en Erik zijn geliefd in een straat waar veel buurtbewoners warme en hechte contacten met elkaar onderhouden. Ze wonen in een rustige, modale, kinderrijke nieuwbouwwijk aan de Wasbloem, in deze 2-onder-1-kapwoning. De wijk ligt aan de rand van Venraai in Noord-Limburg. Het stel leidt een doorsnee bestaan en maakt een gelukkige indruk. De werkelijkheid is echter anders. Het huwelijk vertoont serieuze barsten, maar dat weet slechts een enkeling. Ze was vooral heel erg verdrietig, omdat Erik er niet was zoals zij graag wilde dat hij in het gezinsleven meedraaide. En dat zij zich heel erg aanpaste aan de dingen die Erik koos om te gaan doen, dus buitenshuis. En ze stond er vooral ook heel veel alleen voor haar beleving ook, maar ja, goed, in de praktijk, naar mijn mening ook. En daar had ze heel veel verdriet van, ja. En gaf dat spanningen? Ja, zeker. Ja, binnenshuis waren er wel echt ruziemomenten. Onderling was er heel veel spanningen. Ja. Dus je kon je heel goed merken. En kreeg u daarvan de indruk van, nou, dat gaat op termijn verkeerd aflopen? Dat eindigt in een scheiding? Of had u toch wel het idee van, nou, dat gebeurt in ieder huwelijk wel eens en dat komt wel goed? Nou ja, ik heb dus een heel goed contact met mijn dochter. En ja, daar was ik wel bang voor. Dat fout ging. Op woensdagavond 15 maart 2006 moet Erik de deur uit voor een klusje dat al een week geleden was gepland. Hij en Kathleen hebben net de kinderen op bed gelegd als hij richting Merlo rijdt. Een dorp een paar kilometer verderop waar zijn vriend Ron woont. Ron, die automonteur is en een garage aan huis heeft,
vervangt die avond de remschijven van Eriks auto. En Erik legt wat elektra aan in de woning van zijn vriend. Na dit klusje, wat een uurtje duurt, legt Erik zijn gereedschap terug in de kofferbak van zijn auto. En terwijl Ron nog bezig is met het vervangen van de remschijven, houdt Erik hem gezelschap. Rond 9:30 komt Erik terug in Venray. Zo ziet ook zijn overbuurvrouw, die samen met de buurman van Erik net de honden uitlaat. Erik parkeert zijn auto op de oprit voor het huis en gaat via de garage de woning binnen. En dan, als Erik de woonkamer binnenloopt, stuit hij naar zijn zeggen op een afschuwelijk tafereel. Op de witte plafuizen ligt Kathleen in een enorme plas bloed met in haar hals een gapende vleeswond. Hij pakt zijn vrouw vol ongeloof vast en probeert de wond nog dicht te drukken. Erik gaat helemaal door het lint en het draait voor zijn ogen. Zo zal hij later verklaren. De bloederige aanblik van zijn zwaar gehavende vrouw grijpt hem zo aan dat hij moet overgeven en vervolgens radeloos door het huis rent voordat hij hulp haalt. Hij belt aan bij de buren die niet open doen, maar een fractie later komt de buurman eraan die samen met zijn overbuurvrouw net de hond had uitgelaten. Op verzoek van Erik gaat hij mee naar binnen en daar belt hij 112. De ambulancebroeders die even later arriveren zoeken nog naar een teken van leven. Maar het was bij de eerste aanblik eigenlijk al duidelijk dat er geen redden meer aan is. De 30-jarige moeder van twee kleine kinderen is vermoord. Haar keel is doorgesneden. De politie neemt de ontredderde Erik, die besmeurd is met bloed, mee naar het bureau om hem daar als getuige te horen. Hij is immers degene die Kathleen voor het laatst heeft gezien en haar dood heeft aangetroffen. Zijn relaas is dus van groot belang. Toen Erik in zijn wanhoop en paniek Kathleen vastpakte, heeft hij de plaats delict ernstig verstoord. Die avond op het bureau worden dan ook niet alleen de sporen op zijn kleding, schoenen en handen gefotografeerd en veiliggesteld. De rechercheurs willen ook van Erik weten hoe de fatale avond precies is verlopen. Erik, die zijn bebloede kleren heeft ingeruild voor een overall van de politie, kan in eerste instantie geen woord uitbrengen. Hij zit eerst een half uur trillend op zijn stoel en vertelt dan met horten en stoten dat hij en zijn vrouw die avond nog even koffie hadden gedronken nadat ze samen de kinderen op bed hadden gelegd. Rond 7:15 is Erik weggegaan. Kathleen heeft hem nog gedag gezegd bij de voordeur. En er was niets bijzonders aan de hand toen ze afscheid namen. Toen hij rond 9:30 was thuisgekomen, vond hij Kathleen op de vloer in een plas bloed. Een beeld dat hij maar niet van zijn netvlies afkrijgt. Zo meldt een emotionele Erik tijdens zijn getuigenverhoor. Die nacht, nadat Eriks relaas is opgetekend, brengt de politie hem naar vrienden die verderop in de straat wonen en die zich ook ontfermd hebben over de twee kindjes van Erik en Kathleen. In zijn eigen huis aan de Wasbloem kan Erik voorlopig niet meer terecht, want dat is veranderd in een crime scene die alleen toegankelijk is voor de technische recherche, die daar een uitgebreid sporenonderzoek doet dat dagen in beslag zal nemen. Had u toen in dat eerste moment in een opwelling iets van, nou, dan moet er dit of dit gebeurd zijn, of dat moet die of die gedaan hebben? Nee. Geen flauw benul. Geen flauw benul.
Was Cat iemand die vijanden had, die agressie kon oproepen bij anderen? Bij Erik misschien, maar niet bij andere naasten, nee. Waarom zij? Vooral dat ook. Wat moet er nou met de kindjes gebeuren? Ja, dat zijn dan eigenlijk voornamelijk de gedachtes. Ja. Kathleen was geliefd vanwege haar zorgzaamheid en spontaniteit. Maar ze had ook een drang naar perfectie en controle, wat onder andere te zien was in het huis. Kathleen was soms wel 4 keer per dag aan het stofzuigen en haalde dagelijks de dweil door haar woning. Haar controledrang liep een aantal jaar geleden zelfs zo uit de hand dat ze enige tijd onder behandeling werd gesteld vanwege een dwangneurose. Kat was eigenlijk de speel in huis. Ja, zij was meester die dingen besliste. Of tenminste dan in ieder geval de aanzet gaf van God, zullen we dit doen of zo doen. Kan je zeggen dat zij de broek aan had in de relatie? Ja, als je dat zo zegt, misschien wel, ja. In de goede zin van het woord dan. Zij was wel gewoon een beetje de motor van alles. Ja, motor van het gezin. Het lichaam van Kathleen wordt voor onderzoek overgebracht naar het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk. En al snel wordt daar een interessante ontdekking gedaan, want rondom haar nagels wordt DNA-materiaal gevonden van 3 personen. Het betreft 2 mannen en mogelijk 1 vrouw. Het merendeel van het mannelijke DNA is afkomstig van Erik, de echtgenoot van Kathleen. Wie de andere man en vrouw zijn, kan niet worden achterhaald. Hun DNA is slechts een zeer kleine hoeveelheid aanwezig en er kan daarom geen volledig profiel van worden gemaakt. Vergelijking in de DNA-databank is daarom niet mogelijk. Of het hier om dadersporen gaat, is niet te zeggen. DNA-deskundigen rapporteren dat het ook kan gaan om erfelijk materiaal dat Kathleen op de dag van de moord heeft opgepikt, bijvoorbeeld tijdens haar werk in de kledingwinkel. En als de patholoog-anatoom zijn werk heeft gedaan, krijgen de nabestaanden van Kathleen nog een schok te verwerken, want de 30-jarige moeder blijkt op gruwelijke wijze te zijn omgebracht. Ze is bijna letterlijk afgeslacht met maar liefst 70 messteken in haar hele bovenlichaam, die onder andere het hart en de linkerlong hebben doorboord. Daarbij is Kathleen meerdere keren in haar hals gestoken en gesneden. De verwondingen lopen over haar hele keel, van de linker tot aan de rechter halsslagader, die beide kapot zijn. En ook het strottenhoofd is doorgesneden. Ook heeft Kathleen een hoofdwond die is veroorzaakt door een val of een klap met een stom voorwerp. De doodsoorzaak ligt voor de hand. Kathleen is bezweken aan de vele snij- en steekwonden. Zij verklaren het overlijden volledig door verbloeding en weefselschade. De letsels in de hals en het hart zouden tevens het overlijden kunnen verklaren. Aldus de patholoog-anatoom in het sectierapport. Kathleen is dus niet zomaar om het leven gebracht. De vele steekwonden duiden op een daad van iemand die een absolute razernij heeft toegeslagen. Dat Kathleen met tientallen messteken op beestachtige wijze is afgeslacht komt hard aan hier in de straat waar de jonge vrouw woonde en waar men erg op haar gesteld was. Iedereen hoopt natuurlijk dat er snel een verdachte wordt opgepakt. En, inderdaad, 1,5 dag na de moord wordt er al iemand gearresteerd. Maar als bekend wordt om wie het gaat, trekt er een golf van ongeloof door de straat. Want de verdachte is niemand minder dan Erik, de rouwende echtgenoot van Kathleen en de vader van haar kinderen. Dat Kathleen met tientallen messteken op beestachtige wijze is afgeslacht komt hard aan hier in de straat waar de jonge vrouw woonde en waar men erg op haar gesteld was. Iedereen hoopt natuurlijk dat er snel een verdachte wordt opgepakt. En, inderdaad, 1,5 dag na de moord wordt er al iemand gearresteerd. Maar als bekend wordt om wie het gaat, trekt er een golf van ongeloof door de straat.
Want de verdachte is niemand minder dan Erik. De rouwende echtgenoot van Kathleen en de vader van haar kinderen. De vrienden en bekenden van Erik kunnen en willen niet geloven dat hij iets te maken heeft met de moord op zijn vrouw. Want Erik staat bekend als een rustige, niet-agressieve, sociale man en als een binnenvetter die nog geen vlieg doodsloeg. Zo is te lezen in de vele getuigenverklaringen van zijn familie en vrienden. Ook de familie van Kathleen blijft Erik na zijn arrestatie steunen en zelfs tijdens de uitvaartdienst voor Kathleen wordt stilgestaan bij zijn afwezigheid. Love is a healer in my life. Eén persoon die er ook zou moeten zijn, kan hier niet aanwezig zijn. En ik bedoel Erik, haar man. Hij hoort er nu ook bij. En dat willen we symbolisch weergeven door zijn foto een plekje te geven bij die van Kathleen. En de familie wil met dit gebaar ook aangeven dat ze allemaal achter Erik blijven staan en in hem blijven geloven. U geloofde in het begin heilig in de onschuld van Erik, hè? Ja. Waar was dat op gebaseerd? Nou, als jij je vrouw vermoordt en er liggen twee kleine kindjes boven in bed, ga je dan rustig klussen? En kom je daarna terug en dan denk van, oh, mijn vrouw is moord, oh, nou weet ik het niet meer. Dan zou ik het een goede acteur vinden. Mag die van mij zo in de film. Eriks omgeving is vol ongeloof over zijn arrestatie, maar de recherche in Venlo, waar het onderzoek draait, heeft wel degelijk gegronde redenen om hem eens goed aan de tand te voelen. Want wat blijkt? Ron, de vriend die de remschijven van Eriks auto heeft vervangen, vertelt de recherche dat hem iets opviel toen Erik de avond van de moord via de achterdeur bij hem thuis naar binnen liep. Wat ik vreemd vond, is dat Erik direct bij aankomst in mijn woning bij mij naar de wc ging. Dat deed hij normaal nooit. Hij zou dat gewoon even zeggen. Ron verklaart dit als hij enkele uren na de moord op Kathleen al door de recherche wordt gehoord als getuige. De wc, die sinds het bezoekje van Erik niet meer is schoongemaakt, wordt diezelfde nacht nog aan een sporenonderzoek onderworpen. De technische recherche vindt bloedvlekjes en vegen op de deur, op de vloer, op het wasbakje en op het handdoekje dat er hangt. Ron en zijn vriendin weten zeker dat zij niet degene zijn die het bloed achter hebben gelaten. En aangezien niemand anders het toilet heeft gebruikt, gaat de recherche ervan uit dat de bloedsporen wel eens door Erik achtergelaten kunnen zijn. En dat zou gek zijn, want in het verhaal van Erik kwam hij immers pas in contact met bloed nadat hij terugkwam van het klussen en niet voordat hij al van huis was vertrokken. Ook in de auto van Erik, een Volkswagen Passat, wordt bloed gevonden. Onder andere op het linkerportier, het dashboard en in de buurt van de versnellingsbok. Op het stuur zit een bloedveeg die waarschijnlijk met een bebloed kledingstuk is geplaatst tijdens het draaien van het stuur, zo constateert de technische recherche. En als men al deze bloedsporen aan een DNA-onderzoek onderwerpt, wordt het donkere vermoeden omtrent Erik werkelijkheid. Het bloed in de auto en op het toilet is van Kathleen. Het handdoekje bevat DNA-kenmerken van zowel Kathleen als Erik. En die vaststelling kan maar één ding betekenen. Erik moet bloed van Kathleen aan zijn handen hebben gehad dat hij er op de wc in Meerlo vanaf heeft gewassen. Rara, hoe kan dat? Want deze bevinding strookt natuurlijk totaal niet met zijn eerdere verklaring dat Kathleen nog springlevend was en helemaal niets mankeerde toen hij afscheid van haar nam om te gaan klussen. Erik, die wordt verhoord op dit politiebureau in Venlo, hier achter mij, heeft dus heel wat uit te leggen. In de eerste verhoren rept Erik met geen woord over het toiletbezoek bij zijn vriend Ron in Meerlo.
Als de recherche hem uiteindelijk vraagt waarom hij niet vertelt dat hij daar eerst naar de wc is gegaan, antwoordt Erik dat hij dat niet meer weet. En dan houden zijn ondervragers hem voor dat er bloed van Kathleen op de wc in Mierlo is gevonden. Iets wat Erik op dat moment voor het eerst hoort. In het proces-verbaal van het verhoor staat letterlijk: u zegt dat dit bloed niet met een vliegtuig naar de wc is gebracht, maar door mij op die wc daar terecht is gekomen nadat ik thuis vertrokken ben. De reactie van Erik is opmerkelijk. Eerst valt er een lange stilte en dan vraagt Erik of hij mag bellen met zijn advocaat. Het verhoor wordt onderbroken zodat Erik zijn belletje kan plegen. En als hij terugkomt in de verhoorkamer, meldt hij dat hij op aanraden van zijn advocaat niets meer wil zeggen over dit onderwerp. Erik, die zich aanvankelijk gedroeg als de onschuldige, treurende weduwnaar, doet er dus het zwijgen toe als het gaat om het toiletbezoek bij zijn vriend in Mierlo. En dat is toch vreemd, want als je je vrouw, de moeder van je kinderen, badend in het bloed vindt met doorgesneden keel, dan wil je er toch alles aan doen om de zaak op te lossen. Zou je denken. Dan geef je je medewerking aan elk aspect van het moordonderzoek en beroep je je niet op je zwijgerecht over bepaalde dingen. En zo zijn er meer verdachte zaken waar de recherche opheldering over wil. Zoals het tijdstip waarop Erik de woning in Venray heeft verlaten en is aangekomen bij zijn vriend in Mierlo. Erik verklaart keer op keer dat hij rond 7:15 is weggegaan en rond 7:30 bij Ron is aangekomen. Maar er zijn drie mensen die die lezing onderuit halen. De eerste is een buurtbewoner die Erik kent. Deze man verklaart tegenover de politie dat hij op de avond van de moord een grijze Volkswagen Passat uit de Wasbloem ziet komen rijden, met erin alleen de bestuurder. Alhoewel hij het gezicht van deze man niet kan zien, concludeert hij dat het Erik is, omdat hij diens auto meent te herkennen. Daarbij woont Erik ook in de straat waar de Volkswagen net uitkwam. Omdat de getuige vlak daarna zijn thuisalarm heeft uitgeschakeld, is bijna tot op de minuut na te gaan hoe laat hij de grijze Volkswagen Passat heeft zien rijden. En dat was om 7:55. Dat is dus 20 minuten later dan Erik beweert van huis te zijn gegaan. Ook automonteur Ron, waar Erik de avond van de moord had geklust, komt met een verhaal dat niet aansluit op de verklaring van Erik. Hij stelt dat Erik die avond om 8:00 bij hem binnenliep en niet om 7:30, zoals Erik beweert. Een verklaring die de recherche voor waar aanneemt, omdat niet alleen Ron, maar ook zijn vriendin Daisy hierover meerdere malen is ondervraagd en telkens consistent over dit tijdstip verklaart. Daarbij wordt hun lezing ondersteund door iemand die die avond in hun woning aanwezig was. Het betreft een vrouw die om exact 8:00 plaatsneemt in de nagelsalon die Daisy aan huis heeft. Vlak daarna hoort ze dat een man via de achterdeur de woning betreedt, op het moment dat Daisy net aan de behandeling is begonnen. Eriks verhaal over zijn vertrek en aankomsttijden is dus in strijd met dat van de ooggetuigen. Dat betekent, zo concludeert de recherche, dat hij waarschijnlijk langer in de woning met Kathleen is geweest dan hij zelf beweert. En dus kan hij in theorie de tijd hebben gehad om de moord te plegen. Het net rondom verdachte Erik E. lijkt zich te sluiten. Zijn verhaal over zijn vertrek en aankomsttijden houdt geen stand en hij wil of kan geen verklaring geven voor het bloed op de wc. En als de recherche onderzoek doet naar het allerlaatste telefoontje dat Kathleen pleegde toen ze nog in leven was, komt er nog een tegenstrijdigheid naar boven drijven. Op de avond van haar dood belt Kathleen naar haar ouderlijk huis voor een babbeltje met haar moeder. Maar die is er niet, meldt haar broer Theo, die de telefoon opneemt.
Als het nieuws over Kathleen's dood bekend is, vertelt Theo tegen zijn zwager Erik dat hij degene is die Kathleen voor het laatst heeft gesproken. En dat was rond 7:30, meent Theo zich te herinneren. Vlak na zijn aanhouding maakt Erik tegen de recherche melding van deze wetenschap, die natuurlijk in zijn voordeel spreekt. Want rond 7:30 zat hij nog in de auto, zegt hij, en als Kathleen rond dat tijdstip een telefoongesprek heeft gevoerd, dan kan Erik natuurlijk niet de dader zijn geweest. Maar die vlieger gaat niet op, want aan de hand van de historische gegevens van de huistelefoon stelt de recherche onomstotelijk vast dat het telefoongesprek helemaal niet om 7:30 heeft plaatsgevonden, maar om 7:08, ruim een 30 minuten eerder dus. Theo heeft zich vergist, wat hij later ook beaamt. En het kan dus haast niet anders of Erik was gewoon thuis toen zijn vrouw met haar broer belde. Iets wat hij waarschijnlijk heeft verzwegen om zijn onschuldverhaal kracht bij te zetten. Overigens kan de recherche aan de hand van de historische belgegevens een vrij nauwkeurige schatting maken van de tijdspannen waarbinnen Kathleen om het leven moet zijn gebracht. Dat moet na 7:08, het tijdstip waarop Kathleen haar broer sprak, en ongeveer 8:00 zijn gebeurd. Want om 8:00 had Kathleen een afspraak met Wendy, een goede vriendin van haar. De twee komen elke woensdag bij elkaar om samen kettingen te maken. Maar als Wendy op woensdag 15 maart om 7:05 voor de deur staat, wordt er tot haar verbazing niet opengedaan. Als ze op de rolluiken tikt, krijgt ze geen reactie en Kathleen neemt ook de telefoon niet op. De recherche gaat ervan uit dat Wendy geen gehoor kreeg omdat Kathleen toen al vermoord in de woning lag. En de kans dat dat gedaan is door een onbekende inbreker lijkt overigens vrijwel uitgesloten. Zo wijst technisch onderzoek uit. Er is niets gestolen wat de conclusie rechtvaardigt dat hier geen sprake is van een roofmoord. Daarbij was er ook niet veel te halen in de woning. Kathleen en Erik waren niet welvarend en hadden ook nauwelijks cash in huis. De achterdeur stond weliswaar op een kier, maar het ligt niet voor de hand dat iemand de woning via die weg heeft betreden of verlaten, zo redeneert de technische recherche. Want de tuin is omgeven door schuttingen die niet erg stevig zijn en nergens zijn klimsporen of braaksporen te bekennen. Het ligt eerder voor de hand dat Kathleen, zoals elke avond, aan het dweilen was en de deur een beetje open had gezet, zodat de vloer eerder zou drogen. De trekker en dweil die vlak bij haar dode lichaam worden gevonden onderschrijven deze theorie. Tevens zijn er geen sporen van een worsteling. Dit wijst erop dat Kathleen door een bekende moet zijn aangevallen. Iemand van wie zij niets te vrezen had. De technische recherche vindt vlak bij het lichaam ook een gedeeltelijke schoenafdruk. Het is een belangrijke aanwijzing, omdat het hier zeer waarschijnlijk om een daderspoor gaat. Deskundigen gaan ervan uit dat het schoenspoor eerst is gezet en dat daarna pas het lichaam eroverheen is gekomen. En dat betekent dat het door de moordenaar van Kathleen moet zijn geplaatst terwijl hij haar aan het verwonden was en voordat ze op de grond viel. Ook omdat het spoor is gezet met bloed en het niet een schoenspoor in bloed is. Er is de recherche dus alles aan gelegen om vast te stellen of de schoenafdruk van Erik is, maar die vraag kan niet met een simpel ja of nee worden beantwoord. De deskundige kan slechts concluderen dat het spoor mogelijk is veroorzaakt met de linkerschoen van Erik. En dat is weliswaar een antwoord in de bevestigende categorie, maar in die categorie wel weer het zwakste antwoord. Overigens vindt de recherche verspreid in de woning nogal wat bloedsporen, allemaal gemaakt met Kathleen's bloed, onder andere aan de binnenkant op de voordeur,
op de deur en de klink van het toilet en op verschillende plekken in het toilet zelf. En op de trapleuning. De vele bloedsporen in de keuken wijzen erop dat iemand daar Kathleen's bloed van zijn of haar handen heeft gewassen. In de garage vindt de recherche een stuk hout waar ook bloed van Kathleen op zit. Het is niet het moordwapen, want dat moet een scherp voorwerp zijn geweest, maar de recherche sluit niet uit dat Kathleen met dit stuk hout eerst op haar hoofd is geslagen. Ook op de eerste verdieping van de woning vindt de technische recherche bloed. Op de deur van de ouderslaapkamer en op het onderlaken in het babybedje. Op de vraag hoe het bloed door de woning is verspreid, krijgt de recherche al snel een antwoord. Dat heeft Erik gedaan, verklaart hij zelf tijdens de verhoren. Want, zo zegt hij, nadat hij zijn vrouw heeft vastgepakt, geprobeerd heeft de gapende wond in haar hals dicht te drukken en heeft overgegeven, was hij zo in paniek dat hij, besmeurd met bloed, als een dolle door het huis is gerend, terwijl het hem draaide voor zijn ogen. Erik kan zich het allemaal niet meer exact herinneren, maar in de verschillende verklaringen die hij over dit punt aflegt, blijkt het volgende. Na het braken gaat Erik naar boven om naar de kinderen te kijken. Vervolgens wast hij zijn handen in de wasbak in de keuken. Daarna is hij naar buiten gerend, heeft de auto met de sleutel opengemaakt en is erin gaan zitten. Toen heeft hij zijn gereedschapskoffertje uit de achterbak van de auto gepakt en mee naar binnen genomen. Om de spullen vervolgens weer terug in de auto te leggen. En dan pas belt hij aan bij de buren. Kortom, de bloedsporen zijn dus door Erik door het huis verspreid nadat Kathleen om het leven was gebracht, zegt Erik zelf. Maar kan dat wel binnen de tijd die hij daarvoor had? Peter neemt de proef op de som. Dit is het veldje waar die avond de buurvrouw en een buurman de honden uitlieten. En de buurvrouw zag toen vanaf deze plaats daar Erik met zijn auto de Wasbloemstraat inrijden. En dat is letterlijk op steenworp afstand van deze plek waar hij dan de auto parkeert bij zijn huis. En ik ga even kijken hoe lang je er precies over doet om hier vandaan naar huis te lopen. Het is een afstandje van hooguit 200 meter, denk ik. Ik loop niet heel erg snel. Het was een vrouw en bovendien had ze een hond bij zich. Dus een klein beetje met ingehouden pas. Nou, dan draaien we hier de Wasbloemstraat in. Nou, en als ze dan bij de woning komen, dan zien ze daar Erik voor de deur staan. En dat is eigenlijk het moment waarom het gaat. En als ik dan de stopwatch indruk, dan heeft dat precies 1 minuut en 3 seconden geduurd allemaal. En dat is dus de periode waarin Erik alle handelingen moet hebben verricht in die minuut die hij bij de politie heeft opgegeven. Nou, en ik ga nu eens even kijken of dat verhaal wel klopt, of dat allemaal fysiek wel mogelijk is. Nou, we gaan even de proef op de som nemen. Ik ben nu Erik en ik sta hier met mijn auto op de plek
waar de buurvrouw mij de Wasbloemstraat in zag rijden. Dit is dus het punt, het moment waarop ik ga opnemen hoe lang Erik over alles heeft gedaan. Dus ik ga nu naar de woning rijden. Nou, dat is natuurlijk maar een heel klein stukje, maar met uitstappen mee komt dat op precies 20 seconden. Wat we nu gaan doen is kijken hoeveel tijd alle handelingen binnen kosten. Erik heeft daar een verhaal over verteld en de politie heeft ook allerlei sporen aangetroffen in de vorm van bloed, die hij eigenlijk door het hele huis heeft verspreid. Dat kost natuurlijk tijd. En de vraag is, kan dat allemaal binnen die 1 minuut en 3 seconden die de buurvrouw nodig heeft gehad om met haar hond hier naartoe te lopen? De test met de handelingen in huis doen we niet op de feitelijke plaats delict. Want dat huis is inmiddels verkocht en er wonen andere mensen die er niets mee te maken hebben. Maar we hebben daarvoor een soortgelijke woning gevonden die vrijwel identiek is aan die van de plaats delict. En daar gaan we dat dus even testen. Erik is niet door de voordeur naar binnen gegaan toen hij thuis kwam, maar door de garagedeur. En op het moment dat ik daar de klink pak, gaat de tijd weer lopen. Hij loopt hier door de garage naar binnen. Is nog argeloos natuurlijk. En roept misschien wel iets. Ik ben weer thuis hoor. Hij komt dan de woonkamer in. En ziet daar tot zijn grote schrik zijn vrouw op de grond liggen in een plas met bloed. Nou, dat is natuurlijk een moment dat je letterlijk even aan de grond genageld staat. Na een paar seconden knielt hij bij haar neer. Kijkt hoe het met haar is. Ziet dat ze een wond in de hals heeft en hij probeert die even te stelpen. Vervolgens staat hij op, zegt hij, en rent naar het toilet toe. Hij is helemaal overstuur en moet overgeven. Nou, dat duurt natuurlijk ook even. Dat is niet in een paar seconden gebeurd. Dat duurt ongeveer zo lang als ik hier nu zit. Hij staat dan op en denkt, ik moet kijken hoe het met de kinderen is. Snel naar boven. In de kinderkamer kijkt hij, ja, alles is met de kinderen goed. Oké. Naar beneden weer. Vervolgens gaat hij naar buiten. En opent met de autosleutel de deur van zijn auto. En gaat in de auto zitten. Hij is helemaal over zijn toeren en denkt van, wat is er gebeurd? Wat moet ik doen? Paniek. Op dat moment stapt hij weer uit de auto. Pakt zijn gereedschapkoffer uit de achterbak. Ja, waarom mag Joost weten? Maar hij doet het, zegt hij. En loopt met de koffer weer naar binnen. Als hij dan binnen is met de koffer, denkt hij kennelijk bij zichzelf, nee, wat doe ik eigenlijk? Ik wil hem weer terugzetten. Dus hij brengt de koffer weer terug. Dat is natuurlijk een hele rare handeling. Maar mensen doen onder dit soort omstandigheden nu eenmaal rare dingen. Dan denkt hij, ik moet hulp roepen. En hij belt aan bij de buren. En op het moment dat hij aanbelt, is dat het moment dat de andere buren met de honden terugkomen lopen. En ik druk nu op de knop van de stopwatch. Zij zien hem hier staan. En dan is er 2 minuut 34 verstreken. Nou, dat is dus 2,5 keer zo lang als die 1 minuut 3... die de buren erover gedaan hebben om met de honden terug te lopen. Dus dat verhaal van Erik, dat hij al die handelingen in huis, waarbij hij ook dat bloed heeft achtergelaten op alle plekken, dat hij dat in 1 minuut 3 heeft gedaan, dat kan niet kloppen. Ik ben er zelf een beetje buiten adem van. Maar laten we nou eens stellen dat die mensen met die hond langzamer hebben gelopen. En dat Erik in huis alles nog sneller heeft gedaan dan ik. Dan nog is het verschil te groot. En moet ik eigenlijk feitelijk hier constateren dat het hele verhaal van Erik niet kan kloppen. Feitelijk heeft het zelfs nog iets langer geduurd, want Peter is in de haast vergeten zijn handen te wassen in de keuken. Iets wat Erik wel heeft gedaan. Er is dan ook maar één conclusie mogelijk naar aanleiding van de test. Erik heeft niet de tijd gehad om het bloed in de woning te verspreiden nadat hij thuis komt van het klussen. En dat vergroot weer de kans dat hij het bloed heeft verspreid voordat hij naar Mierlo ging.
En dat zou weer kunnen betekenen dat hij de moordenaar van zijn vrouw is. Maar als dat inderdaad zo is, wat is dan zijn motief? Dat zou volgens de recherche wel eens relatiegerelateerd kunnen zijn. Want als Erik als verdachte wordt ondervraagd, valt het zijn ondervragers op dat hij keer op keer benadrukt dat hij en Kathleen bij elkaar horen en elkaar nodig hebben. Over de huwelijksproblemen die er waren, heeft hij het niet. Erik is enkel vol lof over zijn dode echtgenote. Hun relatie was goed, er waren geen spanningen en het stel wilde zelfs nog een derde kind. Iets wat Erik ook vlak na de moord, als hij nog niet is gearresteerd, veelvuldig verkondigt. En dat vindt de recherche verdacht. Want als je vrouw vermoord is, wil je toch alleen maar weten waarom en door wie. Maar in plaats van die vraag te stellen, steekt Erik alleen de loftrompet over zijn huwelijk. Zo houdt de recherche hem voor. Alsof hij zichzelf daarmee als dader wil uitsluiten. Het lijkt vanuit onze optiek gezien dat je als echtgenoot maar één vraag hebt: waarom en wie? Het vreemde is dat je deze vraag namelijk nooit en nergens gesteld hebt. Je hebt iedereen alleen maar laten weten hoe goed het allemaal was, zo stelt de recherche. Bovendien blijkt dat Erik, die door iedereen werd gezien als een keurige, trouwe huisvader, er een soort van dubbel leven op nahield. Uit onderzoek van zijn laptop blijkt dat hij dagelijks sekssites bezocht. Kathleen wist dat niet en was in de veronderstelling dat haar man elke avond boven achter de computer zat te werken. Als de recherche hem hiermee confronteert, geeft Erik dit schoorvoetend toe en ook dat hij wel eens datingsites bezoekt waar tegen betaling een seksafspraak gemaakt kan worden met vrouwen. Erik had zelfs een tweede mobiel aangeschaft om het contact met hen te onderhouden. De telefoon, een Siemens, was verstopt in een zijvakje van zijn auto en bevatte een hele lijst met namen van dames die seks aanbieden via de datingsite. In het mobieltje staat nog één ingekomen sms'je dat dateert van 15 februari 2006... Dat is exact één maand voor de moord op Kathleen. Hallo, wil je nog wat of niet? Ik bedoel, ik ben single. Ik ben op zoek en wil graag antwoord van je. Dus sms je me terug, kusjes. Maar volgens Erik is het nooit echt tot een seksafspraak gekomen. Ik vertelde dat ik wel een keer of twee een afspraak had gemaakt, maar nooit was komen opdagen. Ik vertelde u dat ik dan gewoon wilde neuken. Ik ben echter nooit een afspraak nagekomen. Ik heb binnen de relatie met Kathleen nooit iets anders gehad, aldus Erik tijdens de verhoren. Eriks bewering dat hij nooit vreemd is gegaan is overigens een pertinente leugen, want, zo werd duidelijk in het onderzoek, Erik heeft een kortstondige affaire beleefd met een oud collega, die hij ook stiekem belde met zijn tweede telefoon. Kathleen heeft het toestel overigens bij toeval ontdekt, een maand voor de moord, maar Erik wist haar toen nog met een smoes om de tuin te leiden. Ja, heeft ze mij huilend voor opgebeld. En ja, wat ze daarmee moest. Ik zeg, daar kan je hem enkel zelf mee confronteren. En vragen wat dat is. En heeft ze dat toen gedaan? Ja. En wat kwam daaruit? Ja, dat was een telefoon van een collega die hij bij hem hield. Bla, bla, bla. En was Kat toen overtuigd? Ja, dat is nog heel moeilijk of ze dan nou echt overtuigd was of dat ze hem graag wou geloven. Het voor de buitenwereld gelukkige huwelijk vertoonde dus wel meer dan wat scheurtjes. Het stond op springen. Het was zo slecht dat Kathleen op het punt stond te vertrekken. En daarin zou volgens het onderzoeksteam wel eens het motief van de moord kunnen liggen. Als Kat niet vermoord was, zou ze dan nu nog getrouwd geweest zijn? De kans was groot geweest dat dat niet zo was. Nee. Want hoe zat was ze het? Ze was het zo zat dat ze hem een ultimatum heeft gegeven dat hij binnen een bepaalde periode moest veranderen en tijd moest gaan stoppen in het gezin. En anders? Zou ze weggaan? Zou ze de spullen pakken, de kindjes pakken en gaan?
De zaak tegen Erik lijkt rond. Hij had een motief, de gelegenheid om de moord te plegen, en heeft over belangrijke zaken aantoonbaar gelogen. Voor justitie leidt deze optelsom maar tot één conclusie. Erik heeft zijn vrouw eigenhandig gedood. Maar dan, bijna anderhalf jaar na de moord, met het proces al in zicht, tovert Erik ineens een konijn uit de hoed in de vorm van een brief die hij bij zijn advocaat laat bezorgen. Daarin komt de verdachte weduwnaar met een lezing die hem moet vrijpleiten van de moord. Hij onthult ineens dat er twee vreemde mannen die kort daarvoor bij hem en zijn vrouw op bezoek waren geweest, verantwoordelijk moeten zijn voor de moord op Kathleen. De reden dat hij daar anderhalf jaar lang over had gezwegen, terwijl hij notabene zelf verdacht werd van die moord en in de gevangenis zit, was dat hij bang was voor represailles. Tenminste, dat wil hij doen geloven. Als Erik en Kathleen op woensdag 15 maart 2006 de kinderen naar bed hebben gebracht, wordt er aangebeld, zo schrijft Erik in zijn brief vanuit de gevangenis. Erik doet open en staat dan oog in oog met twee onbekende mannen die met een opmerkelijk verzoek komen. Ze sommeren hem meterkasten te maken en stroom af te tappen voor hennepkwekerijen. Ze zeggen tevens dat hij moet stoppen dit voor anderen te doen, verklaart Erik. Als Kathleen naar de deur komt en zich met het gesprek bemoeit, wordt ze door een van de mannen weggeduwd en stoot ze haar hoofd. Als Erik haar overeind probeert te helpen, ziet hij dat hij bloed aan zijn handen heeft dat afkomstig is van een snee uit Kathleen's hoofd. Daarop gaat Erik naar de garage waar hij een stuk hout haalt om de twee mannen weg te jagen, aldus Erik in zijn brief. Die blijkbaar dus wil doen laten geloven dat de twee mannen daar geduldig op hebben staan wachten. Het duo druipt af met de mededeling dat Erik nog niet van ze af is. Erik en zijn vrouw drinken ieder nog twee koppen koffie en hij zegt hebben voorgesteld om de klusafspraak en Mierlo te verzetten, maar dat vindt Kathleen niet nodig omdat haar vriendin Wendy toch zo lang zal komen. Waarop Erik vertrekt. Als Eriks verhaal klopt, moet hij dus dan al bloed aan zijn handen hebben gehad, wat hij er dan gek genoeg niet afwast. Erik vertelt dat hij nu ineens rond 7:30, 7:55, richting Mierlo vertrok en niet om 7:15, zoals hij eerder steeds verklaarde. En pas na binnenkomst bij zijn vriend Ron heeft hij zijn bebloede handen gewassen. Bij thuiskomst ontdekt Erik dan het ontzielde lichaam van zijn vrouw en het kan dus niet anders of de twee onbekende mannen zijn teruggekomen en hebben zijn vrouw vermoord. Aldus het schriftelijke relaas van Erik, waar hij anderhalf jaar na de moord mee komt en dat zijn onschuld moet aantonen. Het is een onlogisch verhaal waar ook nog eens geen enkel bewijs voor is. In het dossier waar Erik ook de beschikking over heeft, verklaren zijn schoonvader en zwager dat Erik inderdaad wel eens heeft geroepen dat hij meterkasten voor henneplantages heeft aangelegd. Het heeft er alle schijn van dat deze verklaringen Erik hebben geïnspireerd tot het in elkaar draaien van zijn verdedigingsstrategie. Want Erik heeft de mannen nooit eerder ontmoet. Hij kan niet aangeven voor wie hij dan eerder meterkasten in wietplantages heeft aangelegd. En het duo, dat zich twee keer van en naar Erik en Kathleen's huis begeeft, is door niemand anders gezien. Terwijl het doorgaans toch weinig in de straat onopgemerkt blijft. Het klinkt allemaal ronduit bizar. Een onschuldige moeder die met 70 messteken wordt afgeslacht omdat haar man weigert voor twee wildvreemden een meterkastje aan te leggen. Als het echt zo is gegaan, moesten zij er immers rekening mee houden dat haar man Erik meteen diezelfde avond, direct na de vondst van het lijk, had uitgeroepen dat dit het werk van die twee kerels moest zijn en bij de politie meteen een haarscherp signalement zou afgeven.
En dat is aandacht waar de gemiddelde wietexploitant natuurlijk helemaal niet op zit te wachten. Elektriciëns genoeg in Limburg die het klusje met genoegen zouden hebben geklaard. En daarbij, als het echt zo is gegaan, is het ook merkwaardig dat Erik helemaal niets over dit niet bepaald alledaagse bezoek van de twee mannen zegt als hij een kwartier later bij zijn vriend Ron is. Zo van, wat denk je nou dat ons net is overkomen? Nee, het is een volstrekt ongeloofwaardig scenario dat Erik schetst en waarvan je verwacht dat de rechters er korte metten mee zullen maken. Op maandag 22 oktober 2007 moet dan 37-jarige Erik Ever de rechtbank in Roermond verschijnen. De familie en vrienden van Kathleen, die bij het proces zijn en die tot dan toe geloofden in zijn onschuld, worden dan voor het eerst geconfronteerd met de grote hoeveelheid bewijs die er tegen hem ligt. Ook van Eriks verhalen over de twee onbekende daders blijft niet veel over als hij hierover de rechtbank wordt ondervraagd. Was het ook zo dat u dat tijdens het proces, toen alle feiten en omstandigheden gepresenteerd werden, dat toen uw ogen eigenlijk pas echt open gingen over wat er gebeurd moest zijn? Ja, dan ga je ogen wel open, ja. Maar dan is het nog niet zo dat je er echt aan wil voor je gevoel. Want wat vond u van zijn verweer, van wat hij vertelde? Het feit dat hij ook na zo lang pas op de proppen kwam met die twee mannen die dan die avond daar geweest zouden zijn. Ja, nou, ik op zich zei we van, hij is gewoon heel slap. Ja, er komt niks uit. Ik zeg, als ik mijn vrouw niet vermoord had, dan stond ik op en dan schreeuwde ik van, jullie moeten de ware zoeken. Kom, ik heb het echt niet gedaan. En dan gelaten over je heen laten komen, dan denk ik, ja. Maar misschien is dat zijn manier. Justitie eist 20 jaar celstraf tegen Erik E. Het was een brute, schokkende en niets ontziende moord. Aldus de officier van justitie in zijn requisitoor. Dit is typisch zo'n zaak waar werkelijk alle ingrediënten voor een relatiemoord aanwezig zijn. Elke moord is natuurlijk anders, maar de patronen zijn voor deskundigen vaak hetzelfde. De hoeveelheid messteken waarmee Kathleen om het leven is gebracht, een vorm van razernij die voortkomt uit gekrenktheid of diepe frustratie, de grote mate waarin Erik afhankelijk was van zijn vrouw en de spanningen die er in hun huwelijk waren, zijn bij relatiemoorden dikwijls terugkerende factoren. En ook het feit dat Erik na lange tijd, als een veroordeling dreigt, ineens op de proppen komt met twee onbekende daders, is een patroon dat ik al heel vaak heb gezien in dit soort zaken. Het plotsklap introduceren van de grote onbekende, die uiteraard niet meer te traceren is, is vaak de enige escape als je verdachte bent en zelf op de plaatsdelict aanwezig bent geweest. De uitspraak op 5 november 2007 komt dan ook niet als een verrassing. Erik wordt veroordeeld tot 15 jaar cel wegens doodslag. Moord wordt niet bewezen geacht. Erik is op onvoorstelbaar gruwelijke wijze tekeer gegaan, zegt de rechter letterlijk tijdens het voorlezen van het vonnis. Dat Erik schuldig is, blijkt volgens het vonnis onder andere uit het bloed dat op het toilet in Meerlo is gevonden, uit het schoenspoor op de plaats delict dat mogelijk van hem afkomstig is, en uit het feit dat hij nooit de tijd kan hebben gehad om het bloed door de woning aan de wasbloem te verspreiden, nadat hij terugkwam uit Meerlo. Zoals Peter ook al aantoonde in zijn test. Het verhaal over de twee onbekende daders, dat hij pas na anderhalf jaar opvoerde, wordt in de rechtbank van tafel geveegd. Het is ongeloofwaardig, er is geen bewijs voor en de rechtbank is ervan overtuigd dat Erik zijn vrouw en kinderen niet alleen zou hebben gelaten als zo'n dreigend incident echt had plaatsgevonden. De minuscule hoeveelheid DNA van de onbekende man, dat onder Kathleen's nagels zat, was door de verdediging aangedragen ter ondersteuning van Eriks verhaal. Maar ook dat wordt verworpen. Kathleen kan het DNA gedurende de dag hebben opgepikt, dus het betreft geen daderspoor, aldus de rechtbank. De rechtbank gaat er verder van uit dat Erik Kathleen met de houten balk op haar hoofd heeft geslagen en daarna haar keel heeft doorgesneden en tientallen keren op haar heeft ingestoken.
Ook het standpunt van de verdediging dat Erik onschuldig is omdat zijn vriend Ron geen bloed op zijn klieren heeft gezien, houdt volgens het vonnis geen stand. De rechtbank meent dat Erik zijn vrouw vanaf achteren gestoken heeft toen ze al op de grond lag. Bovendien kan haar kleding het bloed van de vele steekwonden hebben geabsorbeerd. En Erik had de tijd om onderweg naar het klusadres het Mierlo te stoppen om zich van bebloede kleding te ontdoen. Zo staat in het vonnis. Over het motief is de rechtbank stellig. Dat moet gezocht worden in huwelijkse spanningen die al hadden geleid tot het ultimatum dat Kathleen haar man had gesteld. Tegen deze achtergrond is het niet onvoorstelbaar dat het slachtoffer verdachte op de bewuste avond heeft medegedeeld dat zij bij hem weg zou gaan, dat dit bij de verdachte gevoelens van paniek heeft opgeroepen en dat daaruit ruzie is ontstaan die op dramatische wijze is geëscaleerd. Erik gaat tegen de beslissing van de rechtbank in hoger beroep. En dat dient hier bij het gerechtshof in Den Bosch op woensdag 1 oktober 2008. De familie en vrienden van Kathleen verwachten dat hij ook nu schuldig verklaard zal worden en dat de zaak de boeken in zal gaan als een klassiek geval van partnerdoding. Maar dan gebeurt er iets dat niemand had verwacht. Een dag na het hoger beroep zwaaien de gevangenisdeuren open en mag Erik zijn cel verlaten. Het hof spreekt hem vrij van het doden van zijn echtgenote. Het bewijs dat voor de buitenwacht en de rechtbank zo overtuigend leek, is voor hen niet genoeg. Erik gaat tegen de beslissing van de rechtbank in hoger beroep. En dat dient hier bij het gerechtshof in Den Bosch op woensdag 1 oktober 2008. De familie en vrienden van Kathleen verwachten dat hij ook nu schuldig verklaard zal worden en dat de zaak de boeken in zal gaan als een klassiek geval van partnerdoding. Maar dan gebeurt er iets dat niemand had verwacht. Een dag na het hoger beroep zwaaien de gevangenisdeuren open en mag Erik zijn cel verlaten. Het hof spreekt hem vrij van het doden van zijn echtgenote. Het bewijs dat voor de buitenwacht en de rechtbank zo overtuigend leek, is voor hen niet genoeg. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht. En verklaart niet bewezen dat verdachte het primair en subsidiair ter laste gelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij. Het hof is van mening dat er slechts twee bewijsmiddelen zijn die erop wijzen dat Erik Kathleen gedood kan hebben. Ten eerste de bloedsporen in de wc in Mierlo en die in de auto van Erik. En ten tweede het schoenspoor op de vloer in de wasbloem, waarvan deskundigen hebben gezegd dat het mogelijk is veroorzaakt door Eriks linkerschoen. En in de visie van het hof past al dit technische bewijs, zowel in de versie van justitie, waarin Erik de dader is, als in het scenario van de verdediging, waarin de twee onbekende mannen Kathleen hebben vermoord. Het relaas van Erik, dat door de rechtbank nog zonder pardon van tafel werd geveegd, wordt door het hof dus aannemelijk geacht. Zo had Kathleen bijvoorbeeld een hoofdwond die inderdaad veroorzaakt kan zijn op de manier die Erik heeft aangegeven. Dat hij pas na anderhalf jaar met het verhaal over de twee onbekenden is gekomen en zijn verklaring dus geheel afgestemd kan hebben rondom het technisch bewijs dat er toen lag, doet er niet toe, menen de rechters. De weerlegging voor zijn relaas ontbreekt en daar gaat het volgens het hof om. De omstandigheid dat verdachte pas anderhalf jaar na de dood van zijn vrouw en na het bekend worden van de resultaten van de verschillende sporenonderzoeken met deze verklaring is gekomen, doet er niet aan af dat de genoemde weerlegging ontbreekt. Maar het gerechtshof gaat nog een stap verder. Niet alleen ontbreekt het bewijs om Erik's verhaal onderuit te halen, er zijn zelfs feiten die zijn lezing ondersteunen. Het hof noemt het feit dat er geen bloed op verdachtes kleding gezien is door Ron Snerhoff en zijn vriendin. Hetgeen toch zou passen bij het doden van het slachtoffer met 70 steken. Interventie van een andere dader is bovendien niet uit te sluiten. Nu blijkt het relaas van een van de verbalisanten de buitendeur van de woning
van de wasbloem 9 open stond en er voorts DNA van een derde, mannelijk persoon is aangetroffen rond de nagels van het slachtoffer. Ook het schoenspoor dat door de rechtbank nog tegen Erik werd gebruikt mag in de ogen van het gerechtshof niet meetellen. Het oordeel van de deskundige dat het aangetroffen schoenspoor in de woning onder het lichaam van het slachtoffer mogelijk van de schoenen van verdachte is, acht het hof, zonder nader bewijs dat ontbreekt, onvoldoende specifiek om daarop een veroordeling van verdachte te kunnen baseren. Erik is weliswaar vrijgesproken. In de ogen van velen die Kathleen goed gekend hebben, is hij toch de dader. Maar Kim, de beste vriendin van Kathleen, is er zo zeker nog niet van. Zij denkt dat Erik wel iets verzwijgt, maar dat hij de moord zelf niet heeft gepleegd. Jij denkt dat hij absoluut meer weet van wat er is gebeurd? Ja. Maar dat hij niet de volledige waarheid vertelt? Ja, dat denk ik. En dat het zou kunnen dat er anderen bij betrokken zijn? En hij niet? Zegt wie het zijn. Ja, dat denk ik. Maar dat gaat ook heel ver. Want dan verzwijgt hij dus wie de moordenaars zijn van zijn vrouw, de moeder van zijn kinderen. Ja, dat klopt. Jouw vriendin is vermoord. Dat is het ergste wat er kan gebeuren. Maar het zou de zaak nog erger maken als de moordenaar haar eigen man is. Ja. Dat is eigenlijk iets wat je niet wil. Nee, nee, absoluut niet. Nee. Dat is slecht voor de kinderen. Slecht voor de familie. En dus hoop je maar dat er toch misschien nog ergens iemand is die het gedaan heeft en hij niet. Ja. Ook al is dat misschien niet helemaal redelijk om te verwachten dat dat zo is. Ja, dat ook. Vervolgens werd het voor mij natuurlijk wel weer redelijk op het moment dat hij werd vrijgelaten. Is er iets in zijn verhaal waarvan u zegt, nou ja, dat geloof ik wel. Ik denk dat dat wel zo is. Is dat er? Nee, eigenlijk niet. Dus? Dus denk ik nog altijd dat het toch, ja, het is misschien heel stom. Maar ik, ja, de goedheid in de mens kan ik, ja, ik kan het nog niet voorstellen dat je dat zou hebben gedaan. Laat ik het zo zeggen. Maar iemand moet het hebben gedaan, hè? Iemand moet het hebben gedaan, ja. Als Erik gelijk heeft, lopen er ergens dus nog twee mannen rond die de moord op Kathleen op hun geweten hebben. Maar hoe reëel is die kans? Het gerechtshof mag Erik E. dan vrij hebben gesproken. Die vrijspraak kwam voor iedereen wel als een donderslag bij heldere hemel. Ook voor mij. En op de motivering valt heel wat af te dingen. Zo stelt het hof bijvoorbeeld dat het merkwaardig is dat Erik geen bloed op zijn kleding had, terwijl het toch 70 keer was gestoken. Maar dit zegt helemaal niets. En getuigt vooral van weinig inzicht en een gebrek aan kennis van zaken bij het gerechtshof zelf. Er zijn ontelbare voorbeelden van heftige steekpartijen waarbij de dader nadien nog geen druppel bloed op zijn kleding had. Hoe dan ook, om een nog scherper beeld van de zaak te krijgen, hebben wij de bekende Amerikaanse FBI-profiler Wayne Porter over laten vliegen uit de Verenigde Staten en hem het dossier voorgelegd. Als profiler werkt Porter met het gegeven dat een dader altijd een soort handtekening achterlaat op een plaatsdelict door de manier waarop de moord is gepleegd. Dat, gecombineerd met het forensisch bewijs en de aangetroffen sporen, leidt vaak tot een gedetailleerd daderprofiel. Porter heeft op ons verzoek een gedeelte van het dossier bestudeerd, waaronder het sectierapport. Ook hebben we hem ingelicht over de achtergronden van het slachtoffer en van de bevindingen van de technische recherche. Maar wat we Wayne Porter nog niet vertellen is dat Erik E. ex-verdachte is van de moord op Kathleen. Dus ook van het relaas uit de koker van E. over de twee onbekende daders weet Porter niets. Okay, Wayne, you read all the paperwork. You've seen some pictures of the crime scene. What kind of crime do we have here, in your opinion? It appears from the photographs that I viewed that we have a very personal crime, one in which the
the victim was targeted. This is not just a crime that occurred by chance, but that the person had some confrontation with our victim, and during that confrontation, killed her. I mean, this is not a stranger, but this is in fact someone that knows her and has had dealings with her before. When there was an unknown perpetrator, intruder, who was not familiar with Kathleen, do you expect in that situation 70 cut and stab wounds? No, I believe that that would be considered more personal again. Again, you have a frenzied attack. You have a lot of pent-up emotion, a lot of pent-up anger toward Kathleen. And that is why that I believe that it is more of a personal attack. Porter is dus stellig in zijn conclusie. Kathleen is vermoord door iemand die ze goed kende en niet door een vreemde. Tijd om hem te laten weten wat de rol van Erik is geweest. What does that tell you? That tells me an awful lot. Does it fit in your... Yes, that would seem to be more in the line with the domestic violence that we see in the States many times, where it accelerates to the point of murder. So now we see that Erik is the main suspect. Knowing that, what can you tell about a possible motive? I would expect that this was not an incident that was immediate, that frustration had been building in him over a period of time. Frustration about what? Frustration with his wife pertaining to some problems that they may have been having, usually with domestic violence. There is a buildup of anger over his inability to communicate well, or for her to do certain tasks that he wants her to do. Or maybe she is wanting him to do certain things that he feels that he shouldn't have to comply with. Yeah. Some of the relatives could hardly believe that Erik was capable to kill his wife. What do you say about that? I think that what goes beyond behind closed doors many times produces different personalities in people that even our closest friends do not see. So it would not be surprising to note that Erik had a different side to him that even his closest friends wouldn't see. When you know all the details, what's your impression about what happened there that night? I believe that they had a confrontation. At some point, a weapon from the house was retrieved by him, and he had made that conscious decision to eliminate his wife. During that confrontation, it wasn't like he thought it would be, because it was much more difficult to kill than he had previously anticipated. A struggle occurred, but right at that particular area in which he lashed out in anger towards his victim, and therefore you see the many, many wounds that occurred. He was inexperienced in killing, but he had made that decision to end his wife's life. We vragen Porter ook om een reactie op het verhaal van Erik over de twee onbekende mannen die volgens hem aan de deur zijn geweest en die verantwoordelijk zouden zijn voor de moord op Kathleen. No, that does not sound reliable. I would expect a different type of crime scene. With that information, we should see a much messier crime scene, one that would have more activity in that crime scene. If these were experienced killers, however,
You might even have just the opposite of one large stab wound or one large cut. And what does the fact tell you that he kept silence for 18 months and only told this when the trial was approaching? So he's had 18 months to think about a story that he must give to the court. And he has perfected that story as best he can, but it still has many holes in the story. Can we say that this is an example of a case of domestic violence ending up in homicide? Based on all the information that you've supplied, what we've talked about today, it's my opinion that this is indeed a domestic violence killing by the husband. And I don't have any other facts to deviate from that opinion. He killed his wife based on what you've shown me. Profiler Wayne Porter komt de basis van de feiten uit het dossier dus tot de conclusie dat Erik zijn vrouw heeft vermoord. Maar de juridische werkelijkheid is anders. Het gerechtshof sprak Erik vrij en de moord op Kathleen staat nu dus formeel als onopgelost in de boeken. Ja, en dat is dus een omgekeerde gerechtelijke dwaling. Iemand die het wel heeft gedaan, is zo de dans ontsprongen. Ik zeg dit niet snel. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik dit ooit zo stellig heb gezegd sinds mijn programma bestaat. Dat is nu 14 jaar. Maar nu doe ik het wel. Ik vraag me echt af wat het Hof in Den Bosch in hemelsnaam heeft bezield toen ze deze man vrijspraken van de moord of doodslag op Kathleen Kremers. Waren ze misschien de kluts kwijt? Of hebben ze de zaak zo theoretisch, zo technisch, bijna wetenschappelijk behandeld dat ze de gewone praktijk uit het oog zijn verloren? Maar als je dat doet, wie kan je dan nog wel veroordelen? Dit was een miskleun waar ik als rechter wakker van zou liggen. Er is overigens nog een heel klein kansje dat Erik toch veroordeeld kan worden voor deze zaak. Het Openbaar Ministerie heeft cassatie aangetekend bij de Hoge Raad, die hier nog uitspraak over moet doen. De ervaring leert dat de kans miniem is, want de Hoge Raad kijkt alleen naar de juiste toepassing van het recht en niet meer naar de feiten. Aan de andere kant zijn er in deze zaak wel meer onverwachte wendingen geweest. Tot de uitspraak van de Hoge Raad wil Erik E. zelf niet reageren. Tot zover deze reportage die wat mij betreft laat zien dat alles wat recht is, nog niet rechtvaardig is. En wat absoluut ook niet rechtvaardig is, is het overlijden van onze geluidstechnicus Kees Blankenstein afgelopen week. Na een korte, maar slopende ziekte. Kees is de laatste jaren betrokken geweest bij al onze grote dossiers, reconstructies en verborgen cameraacties. Kees was nog maar 34 jaar. We zijn allemaal diep geschokt door zijn dood. Hij was een voortreffelijk collega en een geweldige geluidsman. Die u soms ook nog als figurant in onze reconstructies tegenkwam. Zoals verleden week nog als politieman in het dossier over Tamara Wolfers. We zullen hem ontzettend missen. Vandaag eindigen we onze uitzending met hem. Dag Kees, bedankt voor alles. Saturday sun came early one morning, and the sky so clear and blue. But Saturday sun came without warning. So no one knew what to do.
Saturday sun brought people and faces that didn't seem much in their day.